eerste deel gaf volgens mij een heel correcte weergave van hoe de werkelijkheid in de wereld is. Dat de meeste mensen nog heel erg met zichzelf bezig zijn, met hun emoties, met stukken waar ze niet klaar mee zijn. En dat ze daarvoor steun zoeken. En wat er zo fraai was aan het eind van de opstelling, het eerste deel, was dat er een draagvlak ontstond voor elkaar, voor de mensen in feite. Erbij was. Ja, dat was wel mooi. En wat er voor mij aan het eind ontbrak, was dat de conclusie, daar ontbrak iets aan, namelijk dat voor ons land de godsverbondenheid toch nog ergens belangrijk is. Het feit dat in die opstelling de vader en de moeder energie, de goddelijke vader en de moeder energie centraal zaten, had eigenlijk echt wel mogen benadrukt worden. Zelfs al is die godsverbondenheid niet beleefd in godsdienst of in religie, dan denk ik nog dat die toch wel even had mogen aangetoond worden. Maar het was wel duidelijk in de opstelling zelf. En ik denk dat de mensen vooral dat beeld mee naar huis dragen. Dat is voor mij dan wel het belangrijkste. Ik vond het heel, het is wat heel groot. Het duurt er wel even lang, maar ik vind wel dat er, ik kan er wel iets uit halen voor mezelf. Wat? De boodschap. Bij mij is dat meestal zo, ik haal er een boodschap uit die ik op dat moment in mijn leven kan gebruiken. En voor mij is dat meer zelfvertrouwen. Daar kwam het eigenlijk op, heel kort en krachtig gezegd. Ik vind dat een heel boeiend iets eigenlijk, opstellingen in het algemeen eigenlijk. Het is heel apart als je daar instapt, omdat je dus echt energieën en zaken voelt waar je in het begin niet van weet dat dat bestaat eigenlijk. Ja. Voor mij was het heel mooi om te kunnen zien in welke evolutiestadium zitten wij. En dat is inderdaad in bewustwording. En ook in die eenheidsenergie, dat iedereen wordt bewust van, ik moet bewust worden, maar samen. Individueel en tegelijkertijd ook samen. En dat was hier mooi te zien, wat we creëren vanuit onszelf naar buiten toe en achteraf wat we kunnen verbinden. Dat was voor mij de eerste keer om iets te doen te hebben gehad met opstellingen. Vaak hoor je altijd over familieopstellingen en dat soort opstellingen. Dus voor mij was dat vrij nieuw. Ik moet zeggen, ik vond het heel dynamisch, heel interessant. En toch wel iets waarbij heel veel verschillende mensen betrokken zijn. En iedereen op een, laten we zeggen, op een emotionele, rationele manier een beetje iets uit of loslaten of vrijlaat van zichzelf. En ik moet zeggen, de energie rondom de slotsom en hoe we daar, laten we zeggen, een einde aan gebreideld hebben, was, vond ik heel positief en iets in elk geval iets wat je mee naar huis neemt om daarover na te denken. Wat neem jij mee naar huis? Wat ik mee naar huis neem is dat in mijn ogen dat de enige weg vooruit is de weg om via wijsheid naar eenheid te groeien. En door eenheid groeiend bewustzijn. En de goede bewustzijn en vrijheid. Dat was een beetje wat ik meeneem. Ik vond het een heel boeiende avond. Alleen ben ik nog een stukje op mijn honger blijven zitten. In die zin, het was aangekondigd als een wereldopstelling. En daar heb ik eigenlijk heel weinig van gemerkt. Ik dacht dat we meer in het collectieve zouden gaan. In het wereldgebeuren. En dat is in mijn aanvoelen niet gebeurd. Ik had in het begin wel een beetje weerstand omdat er veel vanuit het individu vertrok. Maar uiteindelijk we zijn allemaal individuen die het collectief uitmaken. En ja, micro, macro, noem maar op. Ik heb weinig gevoeld. En dat vind ik jammer. Ik vond deze opstelling zeer verrijkend. Ik mocht de vrouw van deze wereld zijn. En ik voelde me enorm vereerd en dankbaar dat ik dat mocht zijn. En de woorden die gesproken zijn, waren zo mooi vanuit een diep voelen. Ik wou dat mensen altijd zo met elkaar communiceerden. We leren zoveel van elkaar op zulke momenten. Dat iets is wat we gaan verankeren en we nemen dat mee naar huis. Dat is zeker niet vergeten morgen en overmorgen niet en de week nadien ook nog niet. Die woorden blijven hangen en we nemen die mee.
En ik ben daar heel dankbaar om dat we dit hebben mogen meemaken. Een zeer boeiende avond. Alles wat leeft in elk van ons komt hier tot uiting en we zijn allemaal zo één en dezelfde. Ja. Ik vond het zeer, zeer mooi. Zeer levensecht ook eigenlijk. En ik vind ook dat wij allemaal, dat ieder van ons een aspect vertegenwoordigen van ons allemaal. Ja, vond ik echt ook goed. En ik vind ook het geloof dat dat kan, vind ik echt wel is ondersteund geweest. Dank u wel.